Johan, wel een lastige vraag van Thijs Pessers uit Breda. Die vraagt zich af hoe hij aan zijn vrouw moet uitleggen dat Sillissen de keeper van het Nederlands zelf is. Hij moet helemaal niets aan zijn vrouw uitleggen. Nee, niks aan zijn vrouw vertellen? Nee, niet doen. Maar dat moet je nooit doen. Nee? Gewoon ontkennen en zeggen dat Sillissen niet de keeper van het Nederlands zelf is. Niet waar. Nee. Hey, jongens, maar even serieus. En Johan? Erbij zeggen, wat bemoei je eigenlijk mee? Jan, ja, Johan. Ik wilde nog overheen gaan, maar ik denk dat dat niet handig is. Nee, maar jij bent toch wel met mij eens, Johan, dat wij allemaal weten en denken van dat Memphis een enorme boost gehad heeft van het WK. Maar ik dacht dat Sillissen dat ook zou krijgen. Nou, daar leek het ook heel even op. Maar hij gedraagt zich een beetje geforceerd. Ja, hij heeft dat een half jaar geleden in de competitie ook gehad. En nu dat overdreven theatrale als er weer zijn strafschop in gaat. Hij moet ook niet zingen. Ik weet niet of je het opviel. Hij moet niet zingen. Zingen? Nee, bij het volkslied moet je niet doen. Nee, maar zou het niet zo zijn dat het breekpunt... Ja, jij zou playbacken. Nee, zou het niet zo zijn dat het breekpunt bij Sillissen geweest is dat hij met zijn moeder het veld opkwam? Dat was wel, want het... Ja. En dat, hij dat eigenlijk iets is wat hij altijd zou willen. Dus altijd met zijn moeder het veld opkomen. Dus dat hij altijd meegaat? Ja, maar dat kan niet meer. Waarom niet? Dat is één keer. Hoezo kan dat niet? Je kan niet iedere keer met je Tuurlijk moeder kan het veld dat wel. Op. Dat kan toch geregeld worden? Dat kan toch niet? Nou, als niet? Hij strafschoppen gaat stoppen met zijn moeder erbij, dan moet zijn moeder mee. Ja, maar waarom zou dat niet kunnen? Ik bedoel, dat moet toch... Nee, dat is toch... eenmalig geweest. En hij vond het zo fijn. En dat heeft hem zoveel vertrouwen gegeven dat hij het liefst altijd met zijn moeder het veld oploopt. Ja, maar... Nee, weet je welke speler een geweldige lul is? Nee. De speler die ooit een strafschop mist tegen Sillissen. Ja. Hé? Ja.